Je bent met twee hun polsen, hè? Ik durf wel hard op te zeggen, lucky. Nou, daar ben ik wel met je eens. Ik vond onze eerste 10 minuten, 12 minuten goed uit de startblokken komen. Kon de polsen goed onder druk zetten, maar daarna hadden we het gewoon heel moeilijk. Kwamen we te veel in de duels. En dat is toch ook een kwaliteit van polsen daar. We komen gelukkig vlak voor rust op 1-1. Nou, de tweede helft was van onze kant gewoon echt niet goed. Ik weet zeker dat wij veel beter kunnen. Maar ja, de gelukkigste heeft wel gewonnen. En dat is ook wel lekker. Je zegt het zelf al, zelfs die 1-1 was al een lucky goal. Die mag eigenlijk niet vallen. De tweede helft heb ik jullie helemaal niet meer gezien. Nee, wij probeerden wel te voetballen. Maar Polsen deed het goed. Die hield het veld klein. En daar hebben we gewoon een heleboel heel veel moeite mee. Om een spel te maken. Ik heb gezegd, voor de rust, weinig diepgaan bij jullie in het spel. Heel veel breedte spel, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar uiteindelijk is het doel wel dat je richting het doel van de tegenstander komt, hè? Dat klopt. En we spelen ook met drie middenvelders voorin. Ja, dat is, op dit moment is het niet anders. En dan is dat ook wel inherent eraan. Maar dan is het wel lekker dat je hem toch wel weer wint. Ja, je kunt ook zeggen, van over Lucky gesproken, goeie Lucky hand van wisselen, hè? Ja, hij zou er eerst helemaal niet bij zijn. Reza Fabrena die viel in de warming-up uit. En hij zou hier komen kijken, heeft zijn tas meegenomen, komt erin en maakt er 2-1. Ja, dat is voor die jongen geweldig. Jeroen, je schuift een beetje naar de zijkant. Zo van, ik haak een beetje af. Nou, je collega Remy van der Wal zegt het al. Jullie hebben hier gewoon 2 punten laten liggen. Ja, absoluut. Ik denk dat we, wat Remy ook al zegt, eerst kwartier waren we een beetje zoekende hoe we dat gingen oppakken met hun beweging op het middenveld. Dat wisten we wel, maar daar moet je altijd even naar zoeken. En daarna denk ik dat we zeker in de omschakeling, dat we heer en meester waren. En dat zij het heel lastig hadden met onze omschakeling naar het aanvallen naartoe. Want zij kunnen wel aanvallen, of tenminste aanvallende intenties hebben, maar in de omschakeling zijn ze heel kwetsbaar. En dat zet je dan ook van tevoren op papier en dan tactisch gaat alles goed. Maar ik ben 1 ding vergeten, dat is nog opzetten, onderzetten, dan moet hij er ook in. En dat zal mijn fout wel wezen, maar dat was het enige wat niet op de wedstrijdformulier of op mijn papier stond aan de voorbereiding. En als je in de tweede helft gewoon 3 keer 1-op-1 komt met keeper, dan moet er gewoon 1 zitten, welke keeper daar dan ook staat. Nou, dan vind ik dat we, en meer met mij, dat we een panel hadden kunnen krijgen, maar dat zei dan zo, dat kan hij ook niet geven. En dan is het zuur dat je zeker in een fase dat eigenlijk, noemen ze dat op de slagbank, Pelikaan op de slagbank lag, dat ze die corner en dan staan wij te dromen en dan komen ze op 2-1. Ja, uiteindelijk is dan de ploeg die het meest effectief is, die wint dan. Ja, twee momenten in die 2-0 pak ik er even uit. Beide keren claimen jullie een strafschop. Eén keer zei Dennis van Dijk, er wordt hens gemaakt. De eerste keer, of de keer daarvoor, was Johan de Groot die onderuit ging. Hoe heb jij dat gezien? Ah, die hens, ja, dat is zo'n dappere scheidsrechter die geven, maar die had hij helemaal niet hoeven geven. Dat was prima. Maar Johan draaide heel mooi weg bij die verdediger, die draaide juist aan de andere kant op. En je hoorde gewoon die klap, hoorde je gewoon, hij ging neer. En iedereen verwacht een panel voor mij, ook van Pelikaan, en dan geeft hij hem niet. Ja, dat is wel heel beslissend ongeveer, wat was het, 20 minuten voor het einde. Want dan is ook zo'n wedstrijd waarschijnlijk gespeeld. Maar wij kwamen eigenlijk achterin helemaal niet in de problemen. Dat is wel heel zuur, ja. Zeker in zo'n derby, zeker voor de jongens. Ik wil je collega nog even prikkelen. We hoorden ergens dat hij zei van, Polster is een degradatiekandidaat. Ja, die had ik hem graag nog eventjes voor zijn kiezen willen sturen. Maar dat mag je zeggen. Had hij niet moeten zeggen. Dat is wel voor ons. Geen extra motivatie voor jullie? Nou, daar hoefde ik niet heel veel meer aan te doen inderdaad. Toen die opmerkingen bij die jongetjes in de kop zaten. Maar dat gaat helemaal niet om. Dat mag gezegd worden. En ik weet ook in welke trant dat gezegd is. Maar ik denk, zoals wij vandaag speelden. Zijn wij ook gewoon een ploeg die mee moet kunnen doen. En er zat er niet heel veel verschil tussen een Pelikanen en een Polster. Hij knikt bevestigend, dus daar houden we het allemaal op, heren. Eén slotconclusie voor jullie allebei dan. Als je de derby bekijkt, denk ik van, een echte derby was het ook niet. Daar vond ik hem eigenlijk te matig voor. Nee, maar het heeft denk ik ook met de groep te maken. Ik denk een paar jaar geleden speelde dat veel meer. Dat was ook de wat oudere groep van Polster en de jongens die nu bij de Pelikanen spelen en Pelikanen krijgt een nieuwe lichting en wij krijgen een nieuwe lichting. Ja, voor mij zijn die allemaal iets down to earth en die vinden het wel een derby, maar die zullen niet met een mes tussen de tanden naar die wedstrijd ingaan. Die hebben andere ideeën en daar ben ik ook alleen maar blij om. Remy, hoe zie jij dat? Ben ik ook wel helemaal met Jeroen eens, zeggen de jongens bij ons ook. Het is wel een derby, we kennen nog 2-3 jongens, maar in de club de hele week wel over gesproken. Dus voor ons is het gewoon lekker dat we hem gewonnen hebben.